Zo'n 40 versierde kersttrucks reden zaterdagavond een optocht door het centrum van Nijmegen. Er waren honderden mensen afgekomen op het kerstspektakel. Net als vorig jaar zaten in de vrachtwagens cliënten van De Driestroom, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij genoten zichtbaar van de bijzondere optocht. Wie ook genoten waren de toeschouwers langs de route. Er werd volop gefilmd en gefotografeerd. En na afloop konden belangstellenden de trucks van dichtbij bekijken op het Kuifkesbos. Het publiek kan via social media stemmen op de mooist versierde truck. De winnaar wordt in het nieuwe jaar bekendgemaakt door de organisatie.